Adele is echt een van de leukste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Misschien wel mijn hele carrière. Adele hadden we al 5 keer jaar elkaar niet gezien. Opeens werden we gebeld in november dat wij Adele mochten interviewen met een Nederlandse tv-ploeg. En dat mochten we dan met 2 andere landen doen, Duitsland en Canada. En wij Nederlanders zijn helemaal niet zo'n groot land als het om publiciteit gaat. Maar omdat we steeds contact hadden, promotie en Adele mij leuk vindt, mocht ik er naartoe. We moesten naar de BBC gaan en moesten eerst concert mochten we meemaken, mochten we een cd horen. En dan mochten we haar interviewen. En het was geweldig. We zaten met allemaal BBC-mensen en er was een Canadese tv-ploeg. Het was een soort RTL Boulevard, maar dan RTL Quebec of RTL Montreal of zo. Een beetje strakgetrokken botoxvrouwtje. En die ook niet zo aardig naar me keek. En er was een Duitse ploeg van Duitsland, die kekke jongens. Dat was een sportprogramma, geloof ik. Of een popprogramma, weet ik. En ik was van Paul. Ik had me heel niks aangekleed. Zo'n jasje en die zwarte bril had ik. Ik ben slim bril. En een broek. Ik zag een beetje uit. Ik zag die vrouw kijken naar deze tv. Nou, volgens mij is dat de presentatie van een autoprogramma of zo. Zo zag ik een beetje uit. Zo'n beetje autodealer die net niet lukte. En dus ging je zeggen, nou, Adele zou binnenkomen. Dan zou ze eerst de kleedkamer ingaan. En dan zouden we om de beurt mogen inshowen. Eerst de Canadezen, dan wij en dan de Duitsers. Maar ik zei tegen die BBC-mevrouw, ik heb Adele 5 jaar geleden al ontmoet. Dus je zag die Canadees van, ja, dat zal, want je hebt zeker een auto verkocht of zo. Ik zei, nou ja, nee, maar mag ik dan draaien met de kamer? Nee, dat kon echt niet. Volgens de BBC gingen ze ook overleggen. Want hadden we niet met haar afgesproken, ook niet met management. Nee, dat kan niet. Ik dacht, jezus. Maar weet je wat ik doe? Dacht ik, ik ga me omkleden boven in de toiletten. En dan is ze al binnengekomen en dan zie ik haar gewoon als de camera zal draaien in het studiootje. En dan hebben we ook die ontmoeting voor het eerst na 5 jaar. Dus ik ben omgekleed, ik kom weer in die ruimte waar die kleedkamer ook was. En dan was ze inmiddels gearriveerd, een soort kiphok. Iedereen was opgewonden, want ze was gearriveerd. Ik kom ook binnen en ik zie de manager staan van Adele, Rose. En ik zeg alleen maar, hey Rose, how are you? Ik heb, oh Paul, how are you? Nice to meet you again. And, oh, nice to you. En Adele hoorde ook in de kleedkamer mijn stem. Die kleedkamer gaat open en Adele komt van, Paul. En ze geeft me een enorme huk. En ze wil me zo naar die kleedkamer meenemen. Dus ik kijk even naar de Canadezen, even naar de Duitsers. En we hebben 10 minuten gepraat over alles. Oh, die cd die geweldig was natuurlijk, over de kinderen, over de concerttour die ze ging doen. En toen zei ik even iets anders. Ben ik nou de enige in de wereld die een duet met jou heeft gedaan die ook op de plaat staat? Toen zegt ze, ja, dat is zo. Ik zeg, ben je van plan om nog een LP met andere duetten te maken? Ze zegt, nee, ik heb nog wel succes, waarom zou ik dat doen? Ze zegt, tot nu toe ben ik de enige, ja, zegt ze, ik denk het wel. Maar ik weet natuurlijk niet wat er nu veranderd is, maar zij is de allerleukste artiest die ik ooit heb ontmoet in het buitenland. Er zijn er wel genoeg om op te noemen. Het was een geweldige avond. Het begon al met Luna. Luna, bedankt voor je leeuw. Ik heb een cadeautje voor jou ook. Ik dacht, ja, ik was een beetje geconcentreerd omdat ik natuurlijk tv moest maken. Maar dit is een handdoekje. Daar kun je altijd lekker aan me denken als je aan het wassen bent. Alsjeblieft, Luna. Nelly Knot, dankjewel voor de geweldige avond. Moet je morgen weer werken? Heb je school morgen? Oh, die Goede Vrijdag natuurlijk. Ben je vrij gewoon? Heb je wel eieren verstopt voor de kinderen van groep 3? Heb je wel eieren verstopt voor de kinderen van groep 3? Nee, dat doe je niet met kinderen van groep 3. Eieren verstoppen. Wilma, succes met je taakstraf. Vrienden voor het leven, heel veel succes. De potten, succes met de vriendin. Daarboven de scheiterige meisjes die de hand niet wilden opsteken van oma en moeder. Het was een geweldige avond. Bedankt voor je komst en we sluiten af met Adele. Ik ben geen mens die hoge eisen stelt. Of iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. Je troosten als je jezelf bezeert. Onzichtbaar als je in jezelf verkeert. Zo puur kan liefde zijn. Jouw ogen zeggen mij vaak zoveel meer wat woorden ooit hebben gedaan. Als jij me aanraakt, voel ik telkens weer liefde kan met vrijheid samengaan.
Mijn liefde is van levenslange duur. Soms als een waakvlam, soms als laaiend vuur. Ik zal je verwarmen tot het laatste uur. Zo puur kan liefde zijn. Slapen, ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als je je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht jouw blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.